Goedemorgen, groep 7. We gaan kijken naar les 4 van blok 7. En bij deze les ga je eigenlijk allemaal verhaalsommen maken, grafieken aflezen, tabellen en rekenen met procenten en breuken. En ik ga jullie een paar tips geven bij de opdrachten die gaan komen. De allerbelangrijkste tip is: lees goed. Wat vragen ze nou aan je? Ik heb wat dingen onderstreept in iedere opdracht waarvan ik denk, ja, dat is echt wel belangrijk om even bij stil te staan. Alle opdrachten gaan over een dorp, Oudewater. En in dat dorp wonen dus 10.000 mensen. Dit gaat in meerdere opdrachten terugkomen, dus onthoud, 10.000 mensen wonen daar. Nou, ze zeggen hier, er zijn 3.000 woningen. Van die woningen valt 2/3 onder monumentenzorg. Probeer gelijk te denken bij 2/3... Oh, ik heb dus 3 stukken. Ik moet die 3000 woningen daar eerlijk over verdelen. Dus in ieder stuk heb je dan dus 1000 woningen. 2/3, dat is dus 2000, hè, zijn 2000 woningen. Nou, je ziet ook ergens staan 25%. Denk dan aan van, oh, 25% is 1/4, dat weet je bijvoorbeeld al. Maar 25%, daar moet je eens gaan uitrekenen. Je kunt ook denken, nou, 1% van 3000 is 30. Dan is 10% 300. Dan weet ik ook wat 20% is. Maar vanaf die 10% zou ik ook naar 5% toe kunnen gaan. Hè? De helft. Wat dus 150 is. Nou, op die manier kun je makkelijk uitrekenen wat bij een percentage hoort. Ga dus naar de 1% toe, 10%, 20% of 5%. Net wat je nodig hebt. Hier gaat het over 2 scholen. De eerste is de wegwijzer met 400 leerlingen. En 1/5 deel komt met de auto. Denk dan weer aan 1, 2, 3, 4, 5 stukken. Dat je die 400 leerlingen over 5 stukken moet verdelen, want dat is 1/5. Misschien weet je wel wat het is. Anders kun je misschien deze nog even bedenken. En dan nog een 0 bij plaatsen. Zo kom je erachter. Hier gaat het over de andere school, vervolg van de opdracht, het klavertje. Daar zitten dus weer 600 leerlingen. Dus hebben we hier een cirkeldiagram gemaakt. En ik zie dat we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stukken hebben. Ieder gedeelte, iedere taartpunt is dus 10% waard. Zoals ze vragen hoeveel jongens zijn er, dan kijk je hoeveel taartpunten dat zijn, enzovoort. Let op, bij C krijg je het al. Die 2 scholen hebben een bepaald aantal leerlingen. Welk deel is dat dan van de totale bevolking? En die totale bevolking is dus die 10.000, er zijn dus die 10.000 mensen. Nou, opdracht 4 is eigenlijk wel handig, want het gaat over een popkoor in Oudewater en die heeft 100 leden. 100 leden kun je mooi vergelijken met die 100%. Ieder lid is dus 1%. Dat maakt dit al een stuk makkelijker te begrijpen. De laatste opdracht voor jullie. Hiervoor heb je ook opdracht 4 nodig, want daar staat dus hoeveel zangers er zijn, hoeveel sopranen, alten, tenoren enzovoort. Daar kun je dat vandaan halen. En ook hier weer afzetten tegen de totale bevolking van Oudewater. Die 10.000 mensen dus. Succes!